Jozef Israëls, een van de kunstenaars van de Haagse School, werd eind 19e eeuw ook wel de Hollandse Millet genoemd. Hij schreef zelf over Millet dat de kunstenaar het gewoon menselijke op de troon had verheven die het toekwam. Dit schilderij van Israëls laat ook een typisch Millet motief zien. Een herder met zijn schapen. En ook de compositie doet denken aan Millet. In Millet's werk speelt religie een belangrijke rol, soms impliciet en soms expliciet. Zoals bij het wereldberoemde schilderij Het Angelus, waarop twee mensen biddend te zien zijn op het land. Al was dat voor Millet vaak minder te doen om religie en meer om het dagelijkse ritme van het boerenleven. In het protestantse Nederland was minder interesse en markt voor religieuze onderwerpen in de kunst. Maar Israël schilderde het soms wel. Zoals hier, Hun dagelijks brood heet de schilderij. En ook hier wordt dank gezegd voor de zegeningen van het land. Thank you.